Eurotoll is opgericht in 1988 door mijn vader. Die was hoogleraar aan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Als je 65 bent, dan mag je daar niet langer werken. Dus toen dacht hij, dan ga ik een bedrijf beginnen. Was natuurlijk erg moeilijk in de start-up, want de eerste 2 jaar om zo'n bedrijf van de grond te krijgen valt niet mee. Zeker niet als je puur een wetenschappelijke carrière achter de rug hebt. Dus na een aantal jaren belde hij mij op en zei hij, het gaat niet goed. Curator loopt in de gang. Hoe moet het nu verder? Dus toen, bij toeval, had ik eenzelfde opleiding in de chemie en was ik net klaar met een businessopleiding. En heb ik gezegd, ik kom 3 maanden naar Wageningen om te kijken hoe we het op kunnen lossen. Dat was eigenlijk zo succesvol en zo fijn eigenlijk dat we gezegd hebben van nou, we gaan door. En sindsdien is er eigenlijk bij Eurotoll alleen maar ontwikkelingen geweest die ons in de lift gezet hebben. En in de afgelopen 30 jaar hebben we 400 verschillende producten ontwikkeld. Die hebben we niet alleen in Nederland verkocht, we verkopen in Nederland bijna niks. We verkopen nu producten in meer dan 80 landen. Om maar een voorbeeld te noemen, er zijn 400 ziekenhuizen in Australië die iedere 2 weken monsters van ons beleverd krijgen. Nou, het is toch heel bijzonder dat ze die in de bossen hier in Ede komen kopen. Ik denk als je in Australië zit, maar ja, dat zijn toch producten waar wij uniek zijn in de wereld met die materialen. Dus we kunnen geruststellen dat we een zeer innovatief en vernieuwend bedrijf zijn. Ja, het geeft natuurlijk een enorm trots gevoel dat je 30 jaar dit zelf hebt neer kunnen zetten. En dan nog te bedenken dat je in een markt je begeeft waar onze eerste concurrent 400, 500 keer zo groot is als wij zijn. En dan heb ik het over een kleine speler in de in vitro diagnostiek. En door toch heel enthousiast en heel innovatief bezig te zijn, zijn wij in staat geweest om onze positie steeds te versterken en te handhaven. En dat is toch heel bijzonder.